Hoi allemaal, welkom bij FEM. In de video van vandaag ga ik jullie tips geven over hoe je zo goed mogelijk voor jezelf kunt zorgen als je druk hebt. Nou, je kent het allemaal wel, je hebt gewoon superveel aan je hoofd. Je hebt het druk met je school, met je studie, met je werk, met kinderen, wat dan ook. En dan vergeet je gewoon om af en toe even tijd voor jezelf te nemen. Ik merk het zelf heel erg. Ik ben nu bezig nog met mijn master. Ik ga binnenkort mijn scriptie schrijven. Laatste vakken nog van mijn studie. Hartstikke druk. Nou, daarnaast heb ik mijn blog. Ik heb FEM. Ik heb nog een bijbaantje. En ik probeer daarnaast ook nog een soort van normaal sociaal leven te hebben. En soms is dat gewoon een beetje druk. Aan de ene kant ben je geneigd om altijd maar weer door te gaan. Je denkt van, oh, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Ik moet dit doen. Ik moet dat doen. Nee, ik kan niet rustig aandoen. Maar tegelijkertijd is het juist heel erg belangrijk om af en toe gewoon eventjes een stapje terug te nemen, even op de rem te stappen en gewoon even aan jezelf te denken. Nou, daarvoor ga ik jullie vandaag tips geven. De eerste tip is ontzettend cliché, maar ik ga hem toch eventjes noemen. En dat is, doe iets waar je jezelf goed door voelt. En voor mij is dat sporten. En aan de ene kant denk ik dan van, ja, maar ik heb helemaal geen tijd om te sporten. Maar aan de andere kant weet ik gewoon dat ik me daarna zoveel beter voel. En steek ik er toch tijd in. Wat ik verder ook altijd wel fijn vind om te doen, is als ik ga koken s'avonds, als ik mijn eten ga klaarmaken, dan doe ik mijn koptelefoon in mijn oren, muziekje aan, koken. En dan kan ik echt eventjes ontspannen. Nou, voor iemand anders is dat misschien even de stad in, even afspreken met vriendinnen, misschien naar de bioscoop. Maar neem daar gewoon de tijd voor en zie het gewoon als een investering in jezelf. Iets wat ik zelf heel vaak doe, en dat is gewoon een hele slechte gewoonte en ik ben er vast niet de enige in, is dat ik 's avonds nog heel erg lang doorwerk. En zeker omdat ik dan nog even een blogartikel wil schrijven of nog even een video af wil maken, zit ik gewoon heel vaak 's avonds om 11 uur nog met mijn laptop open. En dat is hartstikke slecht, want dan wil ik daarna gaan slapen en dan ben je nog helemaal wired van alles waar je mee bezig was. Wat ik nu probeer te doen is dat ik ongeveer om 1 uur of 9 mijn laptop uitzet. En dat ik ook daarna niet veel meer met mijn telefoon doe of nog heel erg uitgebreid op mijn iPad ga zitten. Maar dat ik gewoon die tijd neem om een beetje tot rust te komen. Om gewoon eventjes langzaam de dag van je af te laten glijden, om het maar heel eventjes zo te zeggen. Wat ik dan ook heel vaak doe is dat ik weer wederom een muziekje opzet. En dat ik mijn huis rustig ga opruimen. Ik leg mijn kleren vast klaar voor de volgende dag. En op die manier word ik gewoon rustig en kan ik gewoon op een redelijk relaxte manier gaan slapen. Zonder dat ik nog helemaal hyper ben van alles wat ik nog aan het doen was. Nog een andere tip is om gewoon eventjes dingen af te zeggen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. En tuurlijk, soms moet je naar afspraken waar je niet zo op zit te wachten. Of heb je die ene vriendin al heel lang niet meer gezien en moet je toch eventjes afspreken. Maar ik ben zelf nu heel erg kritisch in welke afspraken ik maak als ik het druk heb. En nu denk ik van, goh, heb ik hier nou echt zin in? Levert dit me echt wat op? Als ik nu naar dit pers-event ga, heb ik daar wat aan? En als ik denk van, nou, eigenlijk niet, dan denk ik van, joh, weet je wat? Laat maar eventjes zitten. Het hoeft nu niet. Daar is echt helemaal niks mis mee, dus doe het gewoon en maak van jezelf een prioriteit. Wat voor mij ook heel erg goed helpt als ik het heel erg druk heb, is gewoon anderen eventjes om hulp vragen. En soms zit ik bijvoorbeeld met een opdracht van mijn studie in de knoop en dan denk ik, joh, wat moet ik hiermee? En dan gewoon eventjes een vriend of een vriendin bellen en eventjes erover praten. En dan heb je net weer eventjes een andere invalshoek en lijkt het ineens allemaal een stuk behapbaarder. En wat ik van de week bijvoorbeeld heb gedaan, is ik moest een grote opdracht maken en ik dacht van, joh, ik kom hier niet uit en mijn hoofd stroomt over en ik weet niet wat ik moet doen. En toen heb ik gewoon mijn zus gebeld. Ik zeg van, joh, vind je goed als ik eventjes bij jou kom zitten? Heb ik daar de opdracht zitten maken. En doordat ik in een andere omgeving was, ging dat een stuk makkelijker en kwam ik weer gewoon een beetje tot rust. Dus vraag gewoon anderen om hulp, betrek anderen erbij en je zult merken dat je je daardoor een stuk beter voelt. Als ik het druk heb, dan ben ik echt geneigd om heel erg ongezond te gaan eten. En ik merkte het afgelopen weken ook weer. Ik maakte weer vaker tosti's, even een pastaatje, af en toe pizza. En ik denk, oh nee, dat moet ik niet doen. Het is hartstikke lekker, maar uiteindelijk weet ik dat ik me daardoor alleen maar slechter ga voelen. Terwijl ik juist op dat moment die energie zo hard nodig heb. Dus probeer ervoor te zorgen dat je gezond eet. En natuurlijk kun je jezelf af en toe even belonen met een lekkere zak chips of hele goede chocolade of een hele lekkere pizza. Daar hou ik zo van. Maar probeer er gewoon voor te zorgen dat je in elk geval gewoon alle goede voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt. En op die manier kun je gewoon optimaal functioneren. Een laatste tip die ik de laatste tijd ook best wel veel toepas is mediteren. En bij mediteren denk je aan hum en zweverig en dat soort dingen. En het valt echt
heel erg mee. Nou moet ik zelf zeggen dat ik echt niet een enorm zweverig type ben. En dat ik altijd zoiets had van, ik weet niet of dat iets voor mij is. Maar ik was zo onrustig en ik voelde zoveel stress. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En dat ben ik een tijdje geleden gaan doen. En het helpt heel erg. Ik gebruik verschillende apps. Je hebt de app, de Mindfulness app. Die heb je in de App Store. Volgens mij kost die iets van €1,80. En dat is gewoon, ja, even tot rust komen. En gewoon... ja, gewoon even de dag van je af laten vallen, om het zo maar te zeggen. En je hebt ook nog een nieuwe app en die ben ik nu aan het uitproberen. Die heet Headspace. En dat is een Engelstalige app. En daarmee ga je 10 dagen, krijg je een soort meditatietraining. En dat is allemaal 10 minuten. En 10 minuten kun je echt wel vrijmaken. Nou, dan doe je koptelefoon in je oren, je zet die app aan. En dan word je door een meditatie van 10 minuutjes geleid. En ik merk dat als ik dat heb gedaan, dat ik echt... maar gewoon weer, ja, refreshed voel. Ik weet niet hoe ik het anders kan uitleggen, maar het is in ieder geval heel erg rustgevend. En het haalt je net eventjes uit dat ritme van gaan, 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 altijd maar doorgaan. En ook al denk je, mediteren is echt niks voor mij, probeer het. En naarmate je het vaker doet, wordt het ook makkelijker. En op die manier haal je jezelf gewoon net eventjes uit die cyclus van altijd maar weer doorgaan. En kom je heel even tot rust. En als je dat hebt gedaan, dan kun je op een veel betere manier weer verder gaan. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee wat tips heb kunnen geven over hoe je gewoon even goed voor jezelf kunt zorgen als je het heel erg druk hebt. En het zijn maar kleine dingen, maar steek er tijd in. Want... aan de ene kant denk je van, oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En dan word je op een gegeven moment helemaal gek. En als je eventjes een stapje terug doet, even op die rem trapt, dan kun je daarna zoveel beter presteren en zit je zoveel beter in je vel. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet op dit kanaal te abonneren en tot de volgende keer. Doei! Van vandaag wil ik jullie mijn herfst essentials zien. En dit keer laat ik het in een soort van sfeervideo zien. Ik hoop dat jullie...